Altijd leuk wie hier weer tegenkomt in de Web Summit in Lissabon. Wow, Pascal van Roosmalen, hij is van KPN Insurance. Waarom loopt nou zo iemand rond bij Web Summit? Pascal, waarom Web Summit? Nou, Vincent, het is... Nog een keer, Pascal, waarom kom je hier bij Web Summit? Ja, nou, Vincent, het is heel simpel. Weet je. Als je... Al mijn collega's gaan naar Gartner, ik ben er zelf ook geweest. Wat je daar hoort is wat je de laatste 3 jaar hebt gemist. Als je hier naartoe gaat, dan kun je naar de toekomst kijken. En dan kun je zien waar je de komende 3 jaar op kunt bewegen. Dat is het verschil. Dat is inderdaad een groot verschil. Ja. Met wie ben je hier? Hoe ben je terechtgekomen en wat voor mensen reis je mee? Ja, ik ben met een leuk gezelschap vanuit de CIO net. De jongens uit Nederland. Die hebben een leuk gemixt gezelschap in touw gebracht met de verzekeringsmarkt, banken, ministeries, overheid. Echte hele snelle bewegende bedrijven in Nederland. Maar ook een dinosaurus moet je af en toe bewegen. Ja. En dat doen ze allemaal goed. Ja. Dus over het algemeen allemaal innovatie, mensen die bezig zijn met wat de toekomst kan brengen voor hun markt. Ja. Wat doe jij bij KPN? Ik ben verantwoordelijk voor de verzekeringsbranche, bij zakelijke markt. Wij helpen de verzekeraars in Nederland hun digitale transformatie door te zetten. Ja. Wat heb je hier gezien bij Web Summit wat interessant was? Ja, voor het vakgebied van verzekeraars zie je wel een aantal disruptors. Hè. Lemonade is er in de US, ja. Voelt de markt aan het groeien is. Ja, met 80% korting op de polissen, zeg maar. Ja, ja. En zei ook, van ze gaven ook nog iets weg? Ja, je legt je premie in en als je een jaar, daarvan gaat 20% naar bedrijf. Ja. Ja, daar doen ze administratie van. En dat wat je niet claimt over het resterende, mag je in een goed doel investeren. En je geeft zelf aan wat en dat doen ze voor je. Okay. Dat, dat levert volgens mij een hele hoge likability. Ja, 10.000 polissen zeg maar, per maand krijgen ze er nu bij. Dus dat was interessant om die man te horen praten. Zeg maar. Dat was heel interessant. Ja. 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 Wat nog meer? Ja, Revolut zie je in de bankensector opkomen. Die is echt hard bezig om, laten we zeggen, corporate en consumer banking in de wereld op te blazen. Met schimmen van kosten waar de traditionele banken het voor doen. Oh, ja. Dus ook dat is, vond ik erg mooi. Ja. Oké, okay, en of course met KPN zijn jullie heel erg bezig met die Internet of Things. Om alles meetbaar en controleerbaar en organiseerbaar te maken. Heb je daar nog leuke voorbeelden van gezien hier? Ja, dat is... Ja, maar ik vind het wel lastig. Kijk, alles moet connected zijn. Hè? Of het nou vliegt, loopt of rijdt. En je ziet heel veel data toepassingen. Iedereen zegt dat ze de toepassing hebben. Ja. Ik moet eerlijk bekennen dat ik daar de Holy Grail nog in moet zien. Oké, dankjewel Pascal.